kameraden van hedenmorgen. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u niet herkende? Nou, dat is ook niet zo gemakkelijk in dit kostuum. U ziet eruit om te stelen. En ik weet ook niet hoe ik u liever zie. In uw tenniskostuum van hedenmorgen of zoals nu. Nou, dat zou u mijn oom Tjan eens moeten vragen. Wat was die kwaad, zeg, dat ik mij in tenniskostuum had gestoken. Als het aan hem lag, dan zou ik helemaal niet meer mogen tennissen. En waarom niet? Omdat men dan mijn blote benen ziet. Ach, bij ons in Europa lopen er ook van die oude Chinezen rond. Die worden al gek als ze korte rokjes op blote benen zien. Maar als men zulke beentjes heeft als die van u, dan zou het toch een schande zijn om ze te verbergen, nietwaar? Oh, maar u maakt me verlegen. Oh nee, ik meen het. Die charme, die elegantie, om zo verliefd op te worden. Oh, maar nu houdt u me voor de gek. Oh nee, ik meen het. Om zo verliefd op te worden. Is dat werkelijk waar? Maar dat lijkt bijna een liefdesverklaring. Dat is het ook. Oh, maar ik weet ook dat waar het de liefde betreft mij een Europese officier nooit vertrouwen kan. Wie heeft u dat wijsgemaakt? De lotusbloem. Lotusbloem? Wat is dat nou weer? Ach, dat is natuurlijk het bloemenorakel. Zoals bij ons, hier in de Spanliefje. Ik heb u lief, van harte, met smarten en weinig. Helemaal niet. Oh, nou, dat is heel aardig, maar hoe komt het dat bij u de bloemen dat weten? Ach, dat is nog een overblijfsel uit het paradijs. Wat de wereld was minder eens gelijk. Alle bloemen kunnen daar niet meer zijn gelijk. De koele Engelsman die kon niet.